Uh-oh, Joanna. Maar ik doe gewoon mijn vlogcamera. Ik hou die gewoon vast. Met... Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie de laatste vlog leuk vinden. Het is vandaag dus zaterdag en we beginnen vandaag weer een nieuwe vlog. We zijn in Rijssen, want het is dit weekend Pasen. Hoop dat jullie ook allemaal een leuke week hebben. En bye. Veel plezier met de nieuwe vlog. Ah, ja. Veel plezier met kijken. We zijn vandaag bij de Action en we hebben hier ook even een afspraak. En we hebben al een heel aantal dingetjes. Vooral voor mama en papa eigenlijk. Het is hier best wel druk. Maar niemand let op de tijd. Loekie krijgt een cadeautje van tante Jo. Kijk! Nou, Loekie. What a beauty. Loekie, wat vind je van je nieuwe speen? We moeten voor opa even een coax 9 kabel halen, want de tv deed het niet meer. En ik heb een heel grote bloempot gevonden waar onze blauwe druif in past. En we moesten ook nog een karbijnhaak halen, dus dan hebben we alles weer. Loekie heeft een sprongetje, hè? Lieve Loekie. We gaan even kijken wat onze zusters hebben gehaald. Want morgen gaan we hier namelijk dinschen. Dinschen. Ja, dinschen volgens mij. Nou, in ieder geval iets tussen de middag en het avondeten. En Noah en zo, die hebben allemaal dingetjes gehaald. Maar jongens, het is een vlogception. Een vlog in een vlog. Hoe noem je dat? Een vlogcep. De kast zit niet meer in. Loekie. Hey, Loak. Een nieuwe papier. Ja, vloggen. Loek. En we hadden nog niks. Oh. Welke zijn er? Welke zijn er? Vraag de wak. Wortel. Loek. Loek gaat even potjes kiezen. Welke wil je? En vanavond heb ik schuimblokjes. Wortel. Heel slecht. Knip dit uit. Why? Rijden naar Weijen. Dat hoef ik niet in beeld te hebben. Rijden naar Weijen niet? Het gezang van jou. Oh. We gaan zo naar Bram. En misschien nog daar nog een stukje vlog. Ik weet niet hoe zij er tegenover staan over dit. Tegenover vloggen. Kijk, ik ben nu een natural geworden. Ja, dat heb ik nu nog niet verteld. Maar ik doe gewoon mijn vlogcamera. Ik hou die gewoon vast midden in de action. Ja? Het maakt me niet meer uit. Ik loop gewoon over de Erasmusbrug zo met een camera in mijn hand. Hoe awkward ik me dit zelf al eerst voelde om überhaupt een selfie te maken op de weg of in het openbaar, hou ik nu gewoon die vlogcamera vast. En mensen kijken ook niet. Want ik zat erover na te denken. Toen dacht ik, ja, mensen nemen ook gewoon TikToks op in het openbaar. Of op school of in een winkel, weet ik veel, op straat. Meen je niet? Nou, ik niet. Meen je niet? Maar kijk naar Lotta. Dat doen mensen nu gewoon. Het wordt steeds normaler. Zometeen, ik denk dat er steeds meer mensen gaan vloggen. Dus niemand dus krijgt zo speciaal ben je niet. Nee, niemand krijgt gek op als ik met die vlogcamera in mijn hand loop. Ja, dus ik doe dat gewoon. Ik stond vanmiddag nog in de gamma en liep een man langs. Van die zakken zand aan het uitzoeken. Ik niet eens. Ik had zelfs schermpje uitgeklapt. Ja, meid. Nou, schermpje uitgeklapt? Ja. Dat beleid is echt een vlogcamera. How bizar. How bizar. Nou, als wij op de vlogcamera willen, dan film ik zo meteen nog wel een stukje. Maar ik heb een probleem, dus met mijn kaartjes. Ik moet even snel afronden. Maar ik heb een probleem, want mijn kaartje zit steeds vol. Terwijl er bijna geen filmpjes op zitten. Dus ik vermoed dat ik ergens misschien een keer een broekzak gefilmd heb van heel veel minuten. Een stukje... Jongens, Bram heeft zijn cadeau. Weet je het mooi? Ja, echt prachtig. En we zijn nu in Bram en Fabrice's mooie nieuwe huis en het is echt prachtig. Ja.
Een chique de friemelkeuken. Als iemand een mooie keuken zoekt. Ja, als iemand nog een mooie keuken zoekt, ga naar Van Mijn Keukens. Van Mijn Keukens, Rijssen, helemaal verbouwd. Het is inmiddels al 11:45. Heel erg laat. We zijn heel vol, want Fabrice had nachos gemaakt en het was heel veel. Heel lekker. Maar wel lekker, maar wel veel. Ik ben echt misselijk. En nu? Komen de ovenhapjes. Ja. Oh, god. Bram, doe maar uien niet te veel erin. Want ik kan het niet meer op. Hallo mensen. Het is vandaag eerste paasdag. En dieren. En iedereen die naar onze vlogs wil kijken. Het is vandaag eerste paasdag. 2021. 2021. Het weer is slecht. En Joanna en Richard zijn erg moe. Vooral Joanna. Die loopt de hele dag te gapen. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Het duurt gewoon. Het is gewoon zo'n dag dat ik eigenlijk het liefst met pyjama aan wil doen en de hele dag Game of Thrones wil kijken. Nou, ik stem voor. Genieton. Ton? Ja, genieton. Maar goed, wij zijn vanmorgen kwamen terug van Bram en Fabrice. Daar hebben we geslapen vannacht en het was best wel laat. En toen werden we 's ochtends alweer heel vroeg wakker. Door de vogeltjes. Door de vogeltjes. Toen gingen we bij Richard thuis brunchen. En nu is het 2:30 en rijden we naar mij toe, want dan gaan wij dinchen. Maar ik zit nog helemaal vol van het ontbijt ten eerste. Nee, van de brunch. En ik ben helemaal moe. Hallo! Noah en Rosa zijn druk bezig met de paasvoorbereidingen. De brunch zit net achter mijn kiezen, maar het linneren staat in volle gang. Ja, linneren! Het lineren. Nee, het dinschen. En Luatje heeft net even met haar opa en oma gewandeld. En Luatje liep allebei elkaar te janken. En nu houden Luatje en tante Jo even toezicht in de keuken. Champignons met risotto waar ik nog heel vertwijfelend over nadenk. Douwe heeft iets gemaakt. Wat wordt hier gemaakt? Wat wordt daar gemaakt? Groente met tulband gemaakt door mijn zus Noah. Met advocaat. Au, Loek. Au, mijn bril. Jongens, dit is een primeur. Rita Voorman helpt mee met voorbereidingen voor Pasen of Kerst. Dat komt eigenlijk vrijwel nooit voor. Rita Voorman komt meestal 5 minuten nadat er is geroepen aan tafel, komt zij uit haar hokje. Heel veel bijzonders doen. We gaan zo meteen nog even naar tante Talia, want daar wilden Lua en ik eigenlijk zaterdag heen. Maar toen was tante Talia boodschappen aan het doen. Lua, eyes on the camera. Ja, goed zo. Lekker bezig, pik. En daarna ga ik nog even Animal Crossen met Lotta. En daarna gaan we weer naar Rotterdam toe. Oh ja, mama is trouwens hier natuurlijk. Ja, ook niet een beetje. Ja, hier zie je een klein beetje sneeuwvlokjes. Nou, geen sneeuw op kerst, maar sneeuw op Pasen, hè, mam? Ja, ja. Dat is bijzonder, hè? Ja. Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is eigenlijk al het einde van de dag. Het is al bijna 5:00. En ik heb mijn werkdag er alweer op zitten. Ik ben er net thuis gekomen en ik kreeg vanmiddag een heel leuk appje van Ries dat er een pakketje binnenkwam van de Bijenkorf. Alleen ik heb zelf geen idee wat er in het pakketje zit. Dus het is eigenlijk een soort van cadeautje aan mezelf. Kaartje. Het is een cadeau! Ik heb het niet zelf besteld. Van mijn moeder. Lieve Joanna, een serveerplank voor gezellig hapjes wanneer jullie in het weekend in Amsterdam Rotterdam blijven. Ik die mama. Ik denk omdat ik gisteren een beetje mot met mama had. En het was ook echt eigenlijk wel mama's schuld. Dus dit is het bewijs dat mama het inzag. Maar goed, we hadden het allemaal goed gemaakt gisteravond. Er zat dus een heel erg mooie roze marmeren schaal in. Voor hapjes of zo op zaterdagavond. Mama die weet dat wij wel vaak aardbeien of lekkere dingetjes of zo op tafel zetten in het weekend. Of voor sushi dacht ik net dat. Echt een heel erg mooie serveerplank.
van HK Living, waar wij dus al het servies van hebben. Hallo mensen, het is vandaag. Het is vandaag woensdag, Lies en ik werken allebei thuis. We hebben al een halve dag op aan het zitten en we gaan nu even lunchen. En ik ben nu even twee eieren aan het bakken. En Ries is eventjes met Charlie aan het wandelen, maar het is vandaag echt verschrikkelijk weer. Het regent en het sneeuwt zoals jullie gisteren wel hebben gezien op de vlog. Dus helaas deze week geen leuke wandeling over de Kop van Zuid. Het is het eind van de werkdag en ik ga zo meteen even koken. Ik heb nu mijn oude bril op en dat komt omdat mijn andere bril kapot is. Of nou ja, kapot is. De pootjes zijn helemaal scheef. Maar ik leid dus net een of andere, weet ik veel, omdat ik de hele dag met zo'n scheve bril op mijn neus zit. Dus ik heb even mijn oude bril erbij gepakt. Ik vind mijn andere bril wel echt mooier, maar goed. Vanavond gaan we naampizza's eten en dat is een recept dat ik ooit een keer heb gelezen op internet. En ik heb het eigenlijk helemaal omgegooid en naar mijn eigen smaak toegemaakt, zodat het nu eigenlijk een beetje een recept van internet is. En vooral veel aanpassingen van mezelf. En ik ga er een klein stukje van filmen wat je allemaal nodig hebt, want het is echt super lekker. Voor twee personen heb je twee naampizza's nodig. Deze zijn van Jumbo. Eén mango. Eigenlijk, ja, kan ook iets minder dan één mango. Ik denk dat het voor drie personen eigenlijk genoeg is, één mango. Op gevoel een beetje kokosyoghurt of kokosmelk. Ik voeg het vaak allebei toe. En dan een curry. Meestal had ik zo'n currypasta wat je dan nog aan moet maken. En dan gooi je dan vaak die kokosmelk bij. Alleen die hadden ze nu niet meer bij de Jumbo. Dus nu hebben we gewoon een kant-en-klare curry van patak. Nou, dit is lekker snel. We hebben butter chicken, want daar houdt Ries heel erg van. Kikkererwten. En veldsla. En een klein beetje honing. Je doet een klein beetje olijfolie in de pan. En dan giet je de kikkererwten af. En die bak je heel even op. Ondertussen dat je wacht tot de kikkererwten een beetje aan het opbakken zijn, ga je de mango snijden. En dit moet ongeveer in kleine blokjes, 1 bij 1 centimeter of zo. Wanneer de kikkererwten allemaal eventjes opstaan, dan gooi je er wat van die curry bij. Hiervan voeg ik ongeveer, ik denk ongeveer de helft toe en die gebruik je later in het recept nog een keer. En vervolgens schuif je de naambroden eventjes in de oven. Wanneer je naampizza's klaar zijn, dan ga je wat van die curry, van dat currymengsel hier opdoen. En dan leg je eigenlijk heel de pizza mee en die ook. Vervolgens leg je bovenop dat mengsel dan wat veldsla. Daarbovenop gaat de mango. Daaroverheen gaat dan nog een soort van drizzle aan yoghurt. En dan gaat er nog een drizzle aan honing overheen. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Een beetje vol beleg dit keer. Er kwam vanmiddag een pakketje binnen. In dat pakketje zaten spulletjes voor Charlie. En dat er hondentanden staan. En een hondentandenborsteltje. Het is vandaag donderdag en ik heb niet heel erg veel te vertellen. Ik heb gewoon thuis gehad de hele dag en Ries ook. Ik ben nu eventjes aan het koken. Zometeen ga ik nog even sporten. Normaal gezien zou ik nu even lekker gaan wandelen, maar dat kan helaas niet. Daar is Ries. Ries is een beetje boos op mij. Want ik vroeg of Ries nog eventjes wat gebakken uitjes wilde halen voor het eten. En daar had hij niet zoveel zin in. Maar hij heeft het toch gedaan, dus was lief van jou, Ries. Ries wil graag even toelichten. Ik vroeg aan jou of we gebakken uitjes nodig hadden. Nee, hoeft niet. Vervolgens 20 minuten later, als het eten zo'n beetje klaar is, oh, kun je het toch nog even halen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, sorry. Het eten moest gewoon nog eventjes gaan. En ik was gewoon aan het koken. Ik dacht, nou, dan kunnen we op zich nu nog wel gebakken uitjes halen. Want dat is gewoon lekkerder bij het eten. Want we eten Surinaamse pluimje vandaag. Maar goed, daily struggle in huizen Berkhoff-Voorman. Of Voorman Berkhoff. En ik ben al terug van het werken. Ik was vandaag in Bunnik, want ik heb bij Siska gewerkt. En ik ben best wel heel moe. Maar we zijn gelijk begonnen met schoonmaken. Want Ries moet morgen een extra dag werken. Want die moet paas of zo inhalen. Toch? We moeten de voorraad erbij krijgen.
Nou, hij moet zijn voorraad erbij krijgen, dus dan moeten ze bijwerken morgen. Waarschijnlijk een half dagje, hoop ik. Dus we zijn vast begonnen met schoonmaken en we gaan zo meteen nog eventjes boodschappen doen. Maar dat doen we ook altijd op vrijdagavond. En daarna gaan we wel iets bestellen qua eten. Dus dan hebben we toch nog een soort van weekend. En ik denk dat we daarna een filmpje gaan kijken, toch? Oké, jongens, we hebben dus nog besteld. En we hebben best wel iets bijzonders besteld. We hebben namelijk een donutburger besteld. En cola kip. We hebben het allebei door de helft gedaan. Dit is dus een burger en dan is het broodje een donut. Dus ik ben heel benieuwd. En wat, je hebt het al geproefd. Wat vond je ervan? Het is lekker, maar ik weet niet of de donut een goede vervanger is voor een broodje van een hamburger. En hier hebben we cola kip en daar nog cheese fries. En hier hebben we nog een crème brûlée donut in. Bedankt voor het kijken. Doe eventjes een like. Abonneer eventjes, jongens. Please, abonneer eventjes. Het gaat de laatste tijd best goed. Abonneer, like, deel en win. Nee, niet win, maar wel like en deel. En abonneer. En abonneer. Yes. Jongens, tot volgende week.